Yo mensen, Yarasky hier en welkom bij weer een nieuwe aflevering van natuurlijk de Road to Live 100+ Kills op de oude vertrouwde Black Ops. We spelen vandaag een Ground War Domination potje op de map Cracked. En we gaan natuurlijk even kijken wat wij kunnen gaan verrichten. Ik denk dat ik even de commando erbij ga pakken. De commando is natuurlijk een assault rifle. Super chill assault rifletje. Dus even kijken, waar staat die? Hero, let's go. We hebben natuurlijk de tactical surge erbij staan en we hebben hardline erbij aanstaan. Dus we moeten opletten op granaten. Als er een granaat op onze kop komt, dan zijn we gewoon dood omdat we geen flag check hebben. Dus dat is natuurlijk één oplet dingetje. En dan gooien we meteen een granaat hier overheen. 3, 2, 1. Gooi de granaat en weg hier, want anders ga je zelf dood door een granaat. En oeh, ik heb geen enkele kill ermee, zo. De oude vertrouwde openingsroute in Black Ops. Ze komen altijd hier aanrennen. Houd het in je achterhoofd. Als je Cracked speelt. Ze komen altijd. Want ze pakken natuurlijk de safe. Dus ze komen altijd uit deze twee steegjes rennen. Dus als je dat gewoon onthoudt. Hebben we hier meteen natuurlijk een paar gratis killetjes. Maar voor de mensen die niet weten wat deze serie inhoudt. Is heel erg makkelijk. Ik probeer 100 kills te halen op Black Ops. In een Ground War Domination potje natuurlijk. Alleen ik mag geen helikopters of iets in die richting gebruiken. Ik mag alleen attack dogs gebruiken. En dat is ook het enige. Dus daar moet ik natuurlijk rekening mee houden. Want dat houdt in dat ik niet echt heel erg gemakkelijk kills kan krijgen met mijn scorestreaks. Behalve natuurlijk met de attack dogs. En nu is de grote vraag welke kansen spannen. Ze hebben de C-vlag, maar ze hebben ook de A-vlag. Dus ze kunnen nu aan alle twee kanten spannen. Iemand loopt met napalm strike. Nog iemand loopt met napalm strike. Dus dankjewel. Oké, jou heb ik ook nog. Ik heb bijna die blackbird. Als ik die blackbird heb, dan weet ik tenminste waar ze spannen. Want het is nu echt gewoon... Oh shit. Oh shit, jij bent een teammate. Sorry. Ik dacht dat het een enemy was, joh. Dankjewel, ik heb mijn blackbird. Zo, dankjewel hardline. Oké, meteen inroepen die shit. En daardoor gaan natuurlijk voor de attack dogs, want die moeten we natuurlijk ook halen. Even reloaden, want ze staan hier aan de andere kant. Kutzooi. What the fuck, ik ben gewoon out of ammo. Serieus. Dankjewel, vriend. Oh shit, ik ben gewoon out of ammo. En ik heb alleen maar mijn magnum. Oh, dat is een assist. Serieus. Ik moet de kills krijgen, jongens. Dit is fucked up. Teammate. Mag ik even dit wapen pakken, alsjeblieft? Oh shit, pak het wapen op dan. Pak het. Tering, hé. Hij pakte die AK niet op. Staat er een boven me, joh. Teammate, kan je die pakken, alsjeblieft? Dankjewel. Oh my god, wat een geluk. Wow! Holy shit, dit was niet de bedoeling, man. Ik dacht dat ik echt gewoon genoeg ammo had. Maar ja, je ziet het. Dat had ik dus mooi eventjes niet, hè. Oké, anyway. Ik heb mijn attack dogs, daar gaat het om. En nu moet ik mezelf natuurlijk eigenlijk even dood laten gaan. Maar ik zit nu toch midden in de spawn. Dus ik kan net zo goed even doorgaan met killen. Want ja, als je midden in de spawn staat, dan kan je meer kills oppakken dan als je weer doodgaat. Want ik kan er natuurlijk niet opnieuw met dogs halen. Ik moet eerst daarvoor doodgaan. Dus ik loop nu midden in de spawn. Als ik dood ga, ga ik dood. Als ik niet dood ga, ga ik niet dood. Geen claymore alsjeblieft. Oh, hij is al dood, joh. Mooie capshot, maat. Maar niet mooi genoeg, want ik heb je gekild. Niet de aanvlag pakken dan, teammate. Kom op. Wacht, laat me eerst even die vent killen, want er zit er hier namelijk een. Zit er een. Ah, hij loopt weer. Kijk uit, teammate. Ja, teammate is dood. Kon ik hem ook nog wel zeggen. Ik gebruik de coaches hier niet op de minimap staan. Deze vent die zit alle shit uit de lucht te knallen. Maar je bent alsnog dood. En moois, die gaan ook lekker hier, man. Ik moet er even letten op mijn ammo. Kijk maar naar mijn ammo capaciteit. Ik heb nog niet heel veel ammo nog. Dus even opletten. Nog 21 kogels in totaal. Mijn hondjes die killen ook nog steeds. Dus lekker bezig, hondjes. Wacht, we gaan hier naar boven. Want hier zitten er enemies. Oh, oh. Dankjewel, dan zit er nog één. Zit er nog één. Dan kill ik die vent. Pak meteen zijn wapen op zijn oog. En dan moet ik meteen achter me kijken. We zijn hier echt op een lekker streakje bezig, jongen. Holy shit. Oh, shit. Die vent gaat niet dood. Assist. Dat win ik niet, jongens. Ik wil de kills. Oh my god. We zitten midden in die spawn, jongen. Helaas kan ik niet opnieuw mijn streaks halen in Black Ops. Maar, wajo. We hebben hier even veel kills opgepakt. Hier zullen spannen nog steeds naast me. Ren door. Als ik dood ga, ga ik dood. Als ik niet dood ga, ga ik niet dood. Want ik zit nu op zo'n lekker streakje dat ik eigenlijk niet meer dood wil ook. Ik wil gewoon echt een dikke streak neerzetten hier, hoor. Juist zag ik net nog op de minimap staan. Reload. Die aug. Niet doodgaan, Jan. Oh my god. Oh shit. Oh, wat een geluk. Hij heeft die RCXD vanaf hier ingeroepen. Dus hij staat hier ook ergens als het goed is. Dat bedoel ik. Hij zet de claymore neer. Kut campertje. Hij wilde gaan campen, maar mooi niet, jongen. Reload je wapen weer. En dan ga ik die carepackers. Wacht, mag ik die carepackers stelen? Nee, die weet. Ah, fuck jou, maat. Holy shit. We zitten... Kijk dan, we staan 31-0. We zitten nog steeds op onze streak. Het houdt in dat we nu op een 31 streak zitten. Hier staat er een AFK. Dankjewel voor de gratis kill. En we moeten nu helemaal aan de andere kant van de map, jongen. Holy shit. Zit op een 32 streak. Mijn hondjes die tellen natuurlijk ook mee voor je streak in Black Ops. En dan gaan zijn hondjes zo beesten. Waar nog in dit... Die van mij niet zo beest. Dankjewel, teammates. Geef me die Enfield. Enfield met een... Oh shit, er zit een AK-scope op. Oké, rennen weer. Ik moet mezelf eigenlijk dood laten gaan. Maar we zitten op zo'n lekker streak. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in gewoon. Kijk dan. Kijk ons gaan dan, jongen. We killstealen die hondjes. We killstealen iedereen. We pakken alle kills op. Alle kills zijn van mij. Alle kills die zijn van mij. Geen claymore. Oh, hij is al dood. What the fuck? Stond hier iemand binnen, maar die is zo te zien voetsie verdwenen. Let's go. Ze zitten gewoon midden in die spawn. Maar tactical surge is gone. Dat houdt in dat ze in het midden zitten, deze enemies. Sorry vriend, maar ik zag je staan. Sorry vriend, jou hoorde ik schieten. En oh, ik knijfde ook. Woe! We zaten op een 38 streak, ouwe. Ik had mezelf al lang dood moeten laten gaan eigenlijk. Als we die 100 plus wilden halen. Maar dit was zo'n lekker streakje, jongen. Dat mag ook wel een keertje, hoor. Holy shit, balls. Oké, dat is één. Dan gaan we weer. Een nieuw streakje beginnen. Nu moeten we natuurlijk weer doorgaan voor de attack dogs. Want die hebben we nodig. We zitten hier in boven me, man. Ga naar boven, ga naar boven, ga naar boven. Hey, alles goed, jongen. Nu niet meer. Oh, dikke wallbang. Let's go. Zo doen wij dat hier. Die was heel vies. Ik schiet gewoon dwars door de muren en ik krijg de kill ook nog in. Daar is mijn napalm. Oh, nog niet. Fuck, killsteal. Daar. Oh, wat? Nee! Wat? Kut, ik wou zeggen, daar is mijn napalm strike. 2 keer achter elkaar, maar 2 keer achter elkaar. Eerst werd ik gekillsteal, daarna ging die vent niet dood. Vriend, als je een idee hebt, dan moet je niet meer in de map stil gaan staan, jongen. Daar heb je niet zoveel aan. Weer de rechterkant komen ze. Rechterkant, teammates. Ik zei het je. Oh, weer een assist. Ah. Rawr, ik wil geen assist. Oké, rennen, jongens. We moeten nu even dat tempo erachter zetten. Doordat ik net de hele tijd rondliep zonder streaks. Dus ik moet nu mijn streaks even halen, man. Oké, let's go. Mooie dubbelkill. Weet je wat, ik roep dit ding gewoon in. Ze komen langs me lopen, ze komen langs me lopen. Komen ze aan. Als er één loopt, lopen er meer. Dus even achteruit. Uitkijken voor mijn eigen napalm strike. Dankjewel dat je de napalm strike inloopt, enemies. Niet mijn eigen napalm meer te lopen. Oh shit, ik doe het wel. Oh, wat? Ik stond helemaal niet in dat vuur. Wat is dit voor bullshit? Ik stond echt niet in dat vuur. Echt niet. Wauw, man. Dit was één grote bullshit, dead. Als je in dat vuur gaat staan van een napalm strike, dan ga je alsnog dood. Maar ik stond er helemaal niet in, man. Ik stond er gewoon puur naast. Maar, ja, dankjewel, Black Ops. Dank je fucking wel. Oké, maakt niet uit. We gaan gewoon weer opnieuw beginnen met ons streakje. Oh, komt hij aan, hoor. Die vent speelt alleen maar met zijn ballistic knife. Ik weet niet waarom hij dat doet, maar hij gaat er alleen maar dood door. Hier komt hij weer aan. Heb je nou 1 kill gemaakt met je ballistic knife of niet? Oh shit, die vent die wil nooit dood, man. Killt me nu alweer, die vent. Ik kilde me net ook al. Oké, doorrennen. Ik heb nog geen assist gekregen volgens mij, dus ik weet niet of hij nog leeft. En, oh, dat is dus een ja, want hij loopt hier. Dat is die vent die mij net kilde. Payback is een bitch. Kan jij ook nog dood, vriend? Dankjewel. En nu is de grote vraag. Oh joh, dankjewel. Waar is je spawn? Ik denk dat ze achter me spannen. Ja, dat bedoel ik. Oh, maar hij heeft een kill. Hij heeft eindelijk een kill met zijn knife. Oh, wat een feest. We hebben 58 kills zelf gemaakt. Maar we krijgen onze streaks niet meer, man. We moeten die streaks weer even opnieuw krijgen. 8 kills voor mijn blackbird, maar ik haal hem niet. Ik ga de hele tijd dood of door mijn eigen napalm. Of doordat iemand niet dood gaat door mijn kogels. Of dat ik misschiet. Dat is natuurlijk allemaal niet de bedoeling. Dankjewel, vriend. Er liep er hier nog een. Dankjewel, vriend. Hij heeft een granaat. La 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 la. We hebben het overleefd. Zo. Hij gooit een granaat op die grond. 1 enemy. Ik ging er even bijna door. Kutgranaat. Auw. Ik heb de kill nog wel met mijn Semtex. Maar. Oh, ik kreeg ook een Semtex op mijn eigen kop. Rennen, jongens. Hoeveel kills hebben we? 61. Het gaat nog wel moeilijk worden deze serie als het zo doorgaat. Ik moet gewoon die attack dogs halen. Als ik die attack dogs ongeveer 3 keer haal in 1 potje. Wat helemaal niet moeilijk is. Dat heb je eigenlijk zo. 3 keer in 11 streak. Nou, wat een feest. Dan heb ik gewoon die 100 plus denk ik meteen binnen. Het is alleen een kwestie van eventjes die Blackbird halen en daarna eventjes... Godverdomme. Wauw, 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 wauw. En daarna eventjes die attack dogs. Maar het gaat niet lukken in dit potje, man. Nog maar 16 punten in domination te gaan. En dan gaat het dan meteen niet meer lukken. Loop er een naast je, vriend. Ik weet niet of hij die kill heeft gezien, maar... Heb je hem gezien? Oh, kill me Semtex across the map. Dankjewel. En nu heb ik hem gekillt. Oh, hij gaat de Semtex gooien. Weg hier. Ja, kut teammate, ik redde je leven en de kills zie je ook nog eens daarbij. Er zat er hier in dit huisje. Ja, ja, in het huisje. Shit, en er stond er ook nog een naast. Oh, wow, ik spawn hier. Ik zat met mijn secondary te rennen, want dan ren je 5% sneller. Kijk, dat is chill als je eventjes snel naar het midden wil rennen, maar het potje zit er al op, man. Shit, en hierom kreeg ik mensen niet dood. Kijk maar, het was een 2-bar connectie, dus daar hadden we helemaal niks aan. Nou ja, jammer. Nou, ik dacht al, ze gaan niet doodje, what the fuck. Maar we hebben dus een dik lekpotje waar we deze in zitten. Maar ja, kan gebeuren natuurlijk. Ik stond 65 om 8 natuurlijk. Dus het was in ieder geval een lekker potje. Helaas niet goed genoeg. We hadden ook een hele hoge streak. Misschien staat dat nog in mijn beeld. Hier waren 29 gun streak. Dus mijn attack dogs die hadden maar 7. Attack dogs. Applaus voor jezelf. Je hebt 7 of 8 kills gemaakt. Maar mensen, ik hoop dat jullie natuurlijk hebben genoten van deze aflevering. Als je hebt genoten, geef nou je mogelijk 1000 likes. Is natuurlijk meer. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye mensen.